This is the BBC, with Daily Minutes Popular Science. Oh no, it isn't. I mean, this is Daily Minutes PS. This is, however, not the BBC. This is Radio Teapot. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag ga ik het hebben over koffie en koffiezetapparaten. Ik denk dat ik de vaste onderwerpen waarmee ik begonnen ben maar loslaat. Ik laat me inspireren door wat ik zo al tegenkom. Koffie wordt al vele eeuwen gedronken, maar met name de afgelopen eeuw zijn er diverse uitvindingen geweest waardoor het zetten van koffie sterk veranderd is. Het aantal apparaten dat bestaat is simpelweg te groot om hier nu allemaal te behandelen. Bij al die ontwikkelingen is de smaak van koffie vaak ook flink verbeterd, soms verslechterd en tegenwoordig is ook de kwaliteit constanter. De eenvoudige manier is om koffie in een kan te gooien en daar kokend water over te gieten. Kookkoffie heet dat. Ik weet nog dat de moeder van mijn eerste vriendinnetje koffie zette in een behoorlijk grote kan voor de hele dag. En die stond er vervolgens de hele dag op een klein gaspitje te pruttelen. De leden van het gezin schonken daar de hele dag koffie uit en het restant ging 's avonds laat in de gootsteen. Die koffie was vies en bitter. Op een gegeven moment heb ik maar om frisdrank gevraagd. Het begint erop mee dat 100 graden de temperatuur van kokend water te warm is. Daar wordt koffie inderdaad bitter van. In landen waar traditioneel kookkoffie wordt gedronken, gebeurt dat met heel veel suiker. Van alle koffieapparaten is de cafetière wel een aardig goeie. Bij de cafetière doe je koffie onderin, daarna giet je het water erop en dan doe je een soort zuiger met daarin het filter naar beneden om de koffie van het water te scheiden. Als je daar het water niet met 100 graden opschenkt en als het filter een metalen rooster is en niet filterpapier, dan is de koffie behoorlijk lekker. Koffie uit een cafetière kan snel bitter worden als deze niet meteen wordt opgedronken. Dat komt doordat het water in contact blijft met de koffieprut. Een koffieapparaat dat veel mensen van boven de, nou het is echt meer een koffiekannetje, dat veel mensen van boven de 40 of mensen die vaak in Italië komen wel zullen kennen, is de percolator. Het proces van percoleren voor laboratoriumgebruik dateert al uit de 17e eeuw. Net na 1910 werd het proces voor het eerst voor koffie gebruikt. De moderne percolator wordt op het gas of op een elektrisch kookplaatje geplaatst. Onderin zit water en bovenin zit een bakje met perforaties met de koffie. Doordat het water kookt, wordt dit door een buisje naar boven gedreven, het geperforeerde filter in. Zo komt het hete water op de koffie terecht en druppelt daar doorheen naar beneden. De koffie uit een percolator is bitter. Ik ben zelf een koffieliefhebber, maar ik lust het alleen met heel veel melk en liever niet te vaak. De percolator werd in de VS rond 1960 erg populair en als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dat het gebruik van koffie in de jaren daarna tientallen procenten daalde. Het herstel in de VS zat op toen het ook nu nog veel gebruikte koffieapparaat met filterzakjes populair werd. Dat zorgde ervoor dat koffie in de VS weer populair werd. Een dergelijk koffieapparaat warmt de koffie op met een warmte-element onder de pot, waardoor een buis loopt. Het water in die buis wordt verwarmd door het element zeg maar in het kookplaatje en het wordt zo via een verdere buis naar boven gestuurd door die warmte, tot deze over de koffie in het koffiefilter loopt en door de koffie zo naar beneden sijpelt. Als het water opgebruikt is, warmt het warmte-element verder op, waarna een soort thermostaat de stroom onderbreekt, totdat het element tot onder een bepaalde temperatuur is afgekoeld. Zo blijft de koffie warm. Dergelijke apparaten zijn er met en zonder papierfilters. Exemplaren zonder papierfilter gebruiken een zeer fijn gaas en worden vaak als camping- of kampeerkoffiezetapparaat verkocht. Van die laatste exemplaren is de smaak van de koffie beduidend beter. De papieren filters bestaan uit een soort vloeipapier, ook filterpapier genoemd. Het nadeel van dit papier is dat een groot deel van de essentiële oliën in de koffie hierin achterblijven. Het zijn deze essentiële oliën die de koffie een goede koffiesmaak geven, vandaar dat koffie die door papier heen gaat altijd minder goed smaakt. Dat geldt voor cafetières, voor filterapparaten en ook voor de koffiepads van papier zoals bij Senseo. Overigens zijn deze essentiële oliën wel slecht voor de gezondheid. Iemand met een hoger cholesterol kan ze beter niet drinken, omdat ze het cholesterol flink kunnen verhogen. Ik ben zelf, zoals ik zei, een groot koffieliefhebber, maar ik drink het meest espresso. Dat maak je gewoonlijk in een espressomachine. In een dergelijk apparaat wordt water tot rond 90 graden Celsius verwarmd en bij een druk van ongeveer 900 kilopascal, dat wil zeggen 9 bar, door 7 tot 10 gram fijn gemalen bonenkoffie geperst. Dat is wat het officieel moet zijn, die temperatuur, maar er zijn ook apparaten met een hogere druk, bijvoorbeeld 14 of 18 bar. Door dit proces wordt de smaak en geur maximaal uit de koffie onttrokken. Kenmerkend aan espresso is dat er een laagje zogenaamde crema op zit, schuim dat lichtbruin van kleur is van ongeveer 2 mm dik. Daarin zitten vetten en suikers die door de druk uit de bonen geperst zijn.
Espresso heeft een heel sterke smaak, maar het is niet bitter. Je hoort het eigenlijk zonder suiker te drinken, maar ik doe er zelf wel zoetjes in. Opmerkelijk van espresso is dat er ondanks de sterke smaak heel weinig cafeïne in zit. Per kop zo'n 30 milliliter minder dan filterkoffie. Vergeleken met percolato koffie is het verschil nog groter. 110 gram percolato koffie zit 212 milligram cafeïne. En in 100 gram espresso koffie slechts 40 milligram. Espresso wordt zonder melk gedronken uit speciale kleine espresso kopjes. Espresso wordt ook gebruikt als basis voor onder andere cappuccino, café macchiato, café panna, espresso met slagroom, café latte macchiato en cortado. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.